Wir beginnen jetzt mit der Pressekonferenz. Gibt es Fragen? Die Presse. Steven Berghuis is hier bezig met de warming-up. Het publiek wil graag een doelpunt van hem zien. Zeker nu hij topscorer van de competitie is. Dag kijkers, welkom vanuit dit stadion. Waar we uitkijken op het natte grasmat. Jeroen Gunter hier naast me en ikzelf, Sjoerd de Vos. Wij zullen de actie voor u verslaan. U kunt nu gaan kijken naar een wedstrijd in de groepsfase van de UEFA Europa League. Een duel dat je niet wilt missen, hè Jeroen? Hey Siert, weet je wat het is bij deze groepsfases? Je moet de punten blijven pakken. Anders is het toernooi afgelopen voordat je het in de gaten hebt. En dat zou er wel eens toe kunnen leiden vandaag, dat het een sprankelende wedstrijd gaat worden. Dit is de opstelling van Wolfsburg, die de coach voor dit duel heeft samengesteld. De vleugelspelers gaan een belangrijke rol spelen vandaag, want zo te zien beginnen ze hier in een 4-3-3 systeem. Ja, dat heb je goed gezien, Siert, want inderdaad, met die opkomende backs en die vleugelaanvallers is het vleugelspel een heel belangrijke component van deze formatie. Thank you. Enjoy the game.
aftrap, eerste helft. Ik ben benieuwd. Blijft aan de bal. Steven Berghuis. Zo, wat een boeien zeg. Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, dan komt de tegenstander goed weg hoor.
Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Brian Linssen. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. De keeper pakt hem met alle gemak. Carles Alenia maakt een mooie onderschepping bij die paas. Steven Berghuis. Een tackle die goed afloopt. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. De bal gaat uit. Doeltrap. Maximilian Arnold. Steven Berghuis. Dribbelt verder richting doel. Nu kunnen ze voorkomen. Die doelman die duikt. Die duikt naar die bal. Die redt. Corner voor het doel gebracht. En hij speelt hem weer terug. Zou wel eens wat kunnen worden. Steven Berghuis. Steven Berghuis. Bal blijft binnen na die redding. Nee, zonde. Hij raakt hem iets te hard, denk ik. De volgende keer met wat meer rust afwerken. Zeker van deze afstand. Over de vleugel. Ze leveren de bal in. Steven Berghuis. Goed hoor dat hij hier voordeel geeft. Hij voelt het perfect aan. Berghuis is fraai zijn verdediger voorbij. Steven Berghuis. Hij weet het schot tegen te houden. Ja, we hebben vandaag met regen te maken. Maar tegenwoordig is dat gelukkig een wat minder groot probleem dan vroeger. Ja, toen zag je natuurlijk nog wel eens van die grote plassen ontstaan, hè, op het veld. Dan blijft de bal daar gewoon in drijven. Maar dat is tegen... Hier moet de voorsprong komen. Hij heeft hem. Schot is onderweg. Goed zijn lichaam ervoor gezet. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Hier staat Berghuis toch echt buitenspel. Ze geven de bal weg. Hoe gaat de scheidsrechter deze situatie beoordelen? Hij krijgt daar geel voor. Goed gezien, denk ik. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Josip Brekalo. Hij kan de voorzet geven. Die bal mag erin. Een lekker doelpunt. Goed geraakt. Geweldige volley. Genieten. Magistraal. Prima geraakt. Maar vergeet ook niet die geweldige voorzet. Heel goed gedaan. Zo'n doelpunt, ja, dat maak je alleen maar als je of heel veel geluk hebt, of over een fabelachtige techniek beschikt. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Nummer 27, Maximilian Arnold. De blessuretijd trekt de field official 3 minuten bij. Daar gaat het balbezit. En daar zit hij gewoon goed tussen. De bal wordt ingeleverd. Na die tackle heeft hij de bal niet meer.
Daar gaan we rusten. De scheidsrechter fluit, het is 1-0. We gaan weer verder. Aftrap is geweest, tweede helft onderweg. Brian Linssen, Steven Berghuis. Hij stoomt verderop. Hij pakt die bal. Brian Linssen. Doelman had hem. Bal blijft binnen. Dit kan maar eens een kans opleveren. Die kant erin, Berghuis. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch lekker de voetballer. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. Wat een heerlijke actie was dat. Moet je kijken hoe lang je aan de bal mag blijven. Er is geen verdediger die echt ingrijpt. Ja, en dan komt het moment om af te ronden. En dat pakt hij met 2 handen aan. Steven Berghuis. Slordig met het balbezit. Een poging die bal weg te werken mislukt. Dit staat er in de Bundesliga op het programma voor de thuisploeg in de komende periode. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Toby Alderweireld. Die bal weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. Goede kans! Het gevaar is voorbij, maar dat was een aardige kans. De tegenstander zal moeten komen, want anders gebeurt hier niets, vrees ik. Steven Berghuis, dat was oppassen. Hé, hey, hupsa, weg met die bal. En start die brommer maar. Hij gaat verder. Bal naar de spelers in het centrum. Nee, hij kopt helemaal verkeerd, alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt. Ja, ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. Ze leveren de bal in. Steven Berghuis. Een behoorlijke afslaaier. Geen enkel gevaar levert dit op. Ja, dat zal de doelman ook niet erg vinden. Ja, deze speler legt vandaag een prima wedstrijd op de mat. Wat een impact heeft hij op de wedstrijd. De keeper heeft het razend druk met deze aanvaller. En de verdedigers die werken zich letterlijk uit de naad om te voorkomen dat hij nog een keer gaat scoren. Steven Berghuis. Dat moet de goal zijn voor Berghuis. Goeie redding, zeg. Een goede schotkans. Maar de verdediging kan de bal wegwerken. Deze getallen zijn een prima weergave van de verhouding op het veld. Eén ploeg maakt de dienst uit en stevend af op een enorme overwinning. Dat is helemaal niet... Maximilian Arnold! En die bal vliegt binnen. Dit is een tweede doelpunt van de wedstrijd. Hij is goed op dreef. We gaan weer aftrappen. Dat is wel een heel eenzijdige wedstrijd. We beginnen aan de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Steven Berghuis. Berghuis is fraai zijn verdediger voorbij. Ruimte op de vleugel om de bal voor te zetten.
Die kan erin, Berghuis. Goal voor Berghuis. Ach, die keeper zit erbij, zeg. Hij is zo zelfverzekerd aan de bal. Hij besloot zijn man te omspelen en zie eens wat het oplevert. Ja, hij heeft een formidabele techniek. En dat laat hij zien ook. Hij mag gaan douchen. Zijn wedstrijd is ten einde. Maar niet voordat hij hier het applaus in ontvangst heeft genomen. Ja, genieten is dat, hè. Ik moet zeggen, dubbel en dwars verdiend, hoor. Hij heeft een puikenwedstrijd gespeeld. Ja, nu is de wedstrijd al gespeeld. Moeten ze de voorsprong nog groter maken. Ze zijn aan deze wedstrijd. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Zo, goed gedaan, hoor, keepertje. Nou, ze hebben gerust dat het uitstekend gedaan is. Het is een schitterende kans, maar de reflexen van de doelman voorkomen een treffer. Hé, hey, hupsa, weg met die bal. Vervolgt zijn weg naar het doel. Ze krijgen een balbezit weer. De referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Schot in ook Berghuis. Goed verdedigd, dat schot. Het ziet er veelbelovend uit. Netjes. We horen de scheidsrechter voor de laatste keer fluiten. Ze hebben voor eigen publiek 3 punten gepakt. Ja, wat hebben we genoten, hè, van deze groepswedstrijd. Ze waren echt een maatje te groot voor de tegenstander. Daar hebben ze soms alle hoeken van het veld laten zien. De eindstand is denk ik wel een goede weergave van het overwicht op het veld. Een lekkere overwinning. Hij speelde werkelijk een fenomenale wedstrijd. De zege is voor een groot deel aan hem te danken. Ja, weer een onvergetelijke wedstrijd van zijn kant. Ja, hij weet zijn goede vorm overtuigend vast te houden. En dat levert hem vandaag 2 doelpunten op. En natuurlijk een mooie overwinning. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Vielen Dank für diese Aussagen.